Elke dag is een avontuur met zijn beste stem. Hij vult zijn leven gewoon vanuit zijn eigen huis. Van dagelijkse dingen tot de boodschappen daar. Hij deelt met ons de lol, de liefde en de buit. Sylvesterstam. Welkom op mijn YouTube kanaal. Begin van deze video, het geluid was niet helemaal helder, maar dat hoorden jullie zo meteen wel. Dus ik wens jullie in ieder geval veel plezier met kijken naar deze video, want wij waren op weg naar Castricum aan Zee, ik samen met mijn broer. Maar het geluid was niet helemaal helder bij het begin, dus dan weten jullie dat. Lekker op weg. Pas op. Pas op voor die scooter. Heel apart. Eén wolkje. Ik wil geen. Ja? Hij is aan het filmen. Oh, hij is aan het filmen. Maar kijk, hier lekker. Lekker koffie. Een doopje zo. Ik vind het gewoon lekker. We hebben lekker gezwommen trouwens. We zijn even lekker bij Martin geweest. Zo. Dus, zo, en nu ben ik in de 15:02. Gisteren hebben we nog een lekker dagje gehad.
ik samen met mijn broer zijn even lekker naar Castricum geweest. En we zijn daar even lekker wezen zwemmen. En af en toe heb je het niet kunnen horen, want er stond flink wat wind. Dus we zijn even lekker naar Castricum gefietst. En nu ben ik lekker in de 1502 bezig. Dus ik wens jullie nog veel plezier met kijken. Ik ben al een nachtje bij mijn vriendin. Gisteren ben ik bij mijn vriendin aangekomen. Van de week heb ik lekker een fietstocht gedaan met mijn broer samen. Nou, dat hebben jullie hiervoor wel kunnen zien. Was best wel pittig. De terugweg, de heenweg, viel het eigenlijk best wel mee. Maar goed, ik ben nu even lekker een lang weekend bij mijn vriendin. Ik blijf hier tot met dinsdag. Kinderen liggen nu nog lekker te slapen. Vandaag hebben we een fotoshoot met z'n vieren. En zojuist heb ik een lekker bak koffie gekregen van mijn vriendin. Ik ben lekker ook even naar een lekker spelletje aan het spelen. En voor de rest gaan we zien wat we vandaag nog meer gaan doen. Dus toen heb ik voor. Ja, ik was met een spel bezig. Nou, heb ik verloren. Maar vandaag gaan we een lekkere fotoshoot doen. Ja, ik kan niet laten zien van hoe mijn vriendin er nu uitziet. Kan je dat niet? Nee, dat ga ik nu niet doen. Kan je dat niet? Gewoon niet. Dit is niet dood. Nee, maar dat andere wel. BH. Ja, en? Maar ga ik niet laten zien op de camera, dat hoort niet. Dus, maar goed, mijn vriendin is even lekker bezig met haar gezicht. Ze heeft net volgens mij lekker gedoucht. Voor de rest gaan we het zien wat we het weekend gaan doen. Maandag gaan we even naar Elst, dan gaan we naar de markt. Dus ik wens jullie nog veel plezier met kijken. Goedemorgen allemaal. Ja, ik ben nog steeds lekker gezellig bij mijn vriendin. We blijven tot en met dinsdag. En mijn vriendin vraagt even of ik mee wilde naar de Aldi. Ik heb een bolderkar mee. Maar volgens mij gaat daar best wel veel in. Maar goed. Oh, je propt hem helemaal vol. Je haalt de hele Aldi leeg, zeker. Ja. Mm. Maar goed, ik ben nu lekker gezellig bij mijn vriendin. Ik was van de week even lekker gezellig met mijn broer naar Castricum gefietst. Was ook best wel pittig. Maar goed, was best wel lekker. Dat fietstokkie. Dus, maar goed. We gaan nu even lekker naar de Aldi. Daarna gaan we, als het goed is,
action. Naar de action. Oh, nou, ik hoor zojuist dat we ook naar de action gaan. Maar goed. We gaan ook naar de action dus. Ik wil een kaartje maken. Ja. Want deze dame, die wordt binnenkort 40. Maar niet alleen... Maar niet alleen zij wordt in hetzelfde maand jaren. Ik ben ook... En ik word ook 40. Maar goed, ik weet niet zeker of we het samen gaan vieren. Ja. Ik heb tenslotte geen familie en ook geen vader. Dat zeg ik keihard. En al ziet hij dit. Kan mij nog schelen. Mijn vader mag barsten. Vies? Ja, anders maak ik hem niet schoon. Oh. Nou, wij gaan even naar de Aldi. Tot zo. Zo, we zijn bij de Aldi geweest. Ze hebben aardig wat boodschappen gehaald. Kijk maar. Ja. Ik wil toch ook open doen, luid donder? Nee, hij had filmen. Kijk maar. Ja. Kijk, mijn scheetje is nu de deur aan het openen. Oh. Nee. Nee. En ze kon het ook niet laten om die schoenen niet te halen. Hé? Nee? Maar je eigen keer verwijderen moet kunnen. Ik wens jullie nog veel plezier met kijken. Moet toch kunnen? Dus. Hallo. Ja, we zijn even boodschappen bezig doen, even bij de Aldi. En heb je alles in huis? Ja. Ja? Ja. Het belangrijkste is? Nee, ik. Chinees. Mevrouw Chinees. Mevrouw Chinees. Het belangrijkste met dit weer is eigenlijk gewoon lekker water. Ja, dat sowieso. Maar goed, we zijn nu even wachten op de bus, want zij gaat op de fiets. Want morgen passen we niet met z'n allen in de auto. Morgen gaan we naar de markt in Elst, toch? Of niet? Dat is een andere plaatsje. Elst. Wel Elst. Oké, nou, dus gaan we even gezellig naar de markt. Ik zou eerst niet meegaan, maar toen zei ik van ja, kan ik niet gewoon blijven tot dinsdag? Ja, maar dat kan niet, want ik kan niet allemaal in de auto. Nou, dat is zo. Dus zij gaat op de fiets naar de moeder. En gedraag je. Nee. Nou, ziel veel van. Dus. Ja, ja, we passen niet allemaal in de auto. Vandaar dat zij dus op de fiets gaat. En dan kunnen we wel met ze. Dus zij gaat met de moeder gaat op de, met de fiets. En wij gaan met de auto. Dus dan gaan we gezellig even naar de markt. Dus ik wil jullie in ieder geval alvast weer bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet de blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet zeker niet te abonneren. En dan zien we elkaar volgende week zondag weer. Vrijdag zien we elkaar weer. Ja, wij elkaar vrijdag. En de kijkers die zien elkaar die zien ons wel zondag. Ik had eigenlijk een zonnebril nemen. Oh. Dus, maar zij komt dus vrijdag naar mij toe. Dus dan hebben we ook weer een lekker weekend met z'n tweeën. Als het goed is gaan we lekker uit eten. Dus dan moet zij zich geen zorgen om maken. Dat komt allemaal wel. Dus, ik wens jullie nog, ik wens jullie nog veel plezier met kijken. Maar deze vlog is afgelopen. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet de blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zien we elkaar volgende week zondag weer.